Op de lange termijn hangt de richting van de woningsector natuurlijk erg af van de keuzes die we gaan maken. Wat mij betreft gaan we toe naar een sector waar veel minder gesubsidieerd wordt, waar uiteindelijk de hypotheekrenteaftrek is verdwenen. Veel minder huursubsidies zijn en alleen eigenlijk de onderkant van de huursector nog gesubsidieerd wordt. Uiteindelijk komt het goed met de huizenmarkt, maar het kan wel een proces zijn dat nog een aantal jaren vergt. En vergt dat we duidelijkheid scheppen. Ik denk dat op dit moment het belangrijkste van de woningmarkt inderdaad is wegnemen van onzekerheid. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn als ze een huis kopen. Zelf weer sommetjes kunnen maken of het al dan niet aantrekkelijk is. En dat is het belangrijkste dat moet gebeuren. De woningmarkt versneld op gang brengen is niet zo eenvoudig. Er zijn geen gouden sleuteltjes voor. Wat mij betreft is het belangrijk dat we zekerheid verschaffen. En dan kan het best nog eventjes duren voordat de zaak op gang komt. Maar dan gaat het uiteindelijk gebeuren. Misschien kun je het een beetje stimuleren door voor starters het aantrekkelijk te maken een woning te kopen. De verplichte zorgplicht voor financiële dienstverleners is op zichzelf een goed ding. Maar tegelijkertijd zeg ik, we moeten uitkijken dat we daar niet in doorschieten. Want uiteindelijk is degene die het huis koopt en die de hypotheek aanschaft, moet toch verantwoordelijk zijn voor zijn eigen daden. Uiteraard moet je huizenkopers niet laten zwemmen. Die zorgplicht is goed. Maar nogmaals, het moet niet zo zijn dat mensen denken dat ze totaal geen risico's meer lopen, dat anderen verantwoordelijk zijn voor hun keuzes, moeten ze uiteindelijk toch zelf zijn. De woningmarkt is bij uitstek een markt waar lange financiering nodig is. Degenen die dat kunnen aanbieden zijn institutionele beleggers en wat mij betreft mogen die nog wel wat meer op de woningmarkt zich begeven dan ze nu doen. Als institutionele beleggers zich gaan bemoeien met de financiering van de woningmarkt, levert dat meer aanbod van financiering op. En daardoor ook kan het zo zijn dat de woningmarkt wat makkelijker op gang komt. Het mooiste is natuurlijk dat je schulden voorkomt. Helemaal mogelijk is dat niet, want de wereld is nou eenmaal onzeker. Dus er zullen altijd periodes zijn waarin er tegenvallers zijn. Dus het allerbeste is om ervoor te zorgen dat als zich dat voordoet, dat je voldoende buffers hebt, dus zodat op wat langere termijn het goed zou zijn als mensen ook wat eigen geld meebrengen voordat ze een huis kopen.